Deze week gaan we het hebben over fastfood. Bij veel jongeren is het standaard om als lunch hamburgers, friet en noem maar op te eten. Wat sommigen alleen niet weten, zijn de gevolgen van dat ongezonde eten. In deze aflevering vragen jongeren over fastfood en kom je te weten wat de gevolgen zijn. Eet je wel eens fastfood? Ja, 4 dagen per week. 4 dagen per week? Ja. Niet zo vaak man, 2-3 keer zoiets per week. Ja. Ik eet wel eens fastfood, ja. Fastfood, ja, heel veel zelfs. Ja. Ben je McDonald's? Ja. Fastfood, ja, wel eens. Ja, best wel, ja. Well, ik weet eigenlijk niet wat fastfood is. McDonald's, Burger King. Natuurlijk. Heel af en toe. Waarom doe je dat? Omdat het hier is mijn werk en het is vlakbij, dus het is handig. Pauze tussen werk, weet je wel. Ga eventjes snel Burger King. Lekker gewoon. Ja, ja. Denk je dat het verslavend is? Kan wel, als je vaak eet, super vaak. En hoeveel keer per week ongeveer? Nu niet meer. Gestopt? Ja. Hoe vaak eet je dat? Ja. Elke dag? Elke dag. Zei je? Elke dag. Je eet elke dag fastfood? Nee. 1 keer in de maand of zo? Nee joh. Nee, toch wel vaak. Vaker. 3 keer in de maand? 3 keer in de maand. Vaker. Hallo, er is een McDonald's bij onze school. Wat moet je nou aan? Hoeveel keer per week ongeveer? 10 keer per week zo. 10 keer per week? Ja, ik eet veel fastfood, maar ik blijf een dunne. Oké, maar ben je verslaafd, denk je eraan? Aan fastfood? Ja, eigenlijk wel. Hoe vaak eet je fastfood? Ik weet niet, wanneer vrienden langs gaan, weet je. Ja, waarom eet je dat? Ja, ik vind het wel handig en lekker. Dat is wel, ja. Vaak ongeveer? Ongeveer 2 keer in de week of zo. Ja, waarom doe je dat? Omdat het lekker is en het is snel klaar. Ik denk 1 of 2 keer per week wel minstens dat ik dan frietje haal of McDonald's of KFC in Eindhoven natuurlijk. En waarom doe je dat? Ja, het is lekker, het is snel en het is... Ja, goedkoop. Niet echt goedkoop, maar je hoeft er gewoon weinig voor te doen, weet je. Dit is ook fastfood, het wordt snel bereid. Het zijn heel veel groenten en het is heel gezond voor je. Het is eigenlijk gewoon een nieuwe manier van fastfood maken. En dan op een gezonde manier, zou ik zeggen. Kijk, Busy, dat, ja, dat ken ik wel. Maar ja, dat is ook fast, maar wel met broccoli en... Er gaan ook geruchten over dat je er onvruchtbaar van kan worden. Geloof je dat? Weet niet. Vast wel. Dat er koeienstront in Hamburg zit, geloof je dat? Sorry? Dat er koeienstront in Hamburg zit, geloof je dat? Kan. Hoe is zo'n koeienstront? Wat bedoel je daarmee? Nee man. Dat er iets van... Wat zeg je? Het zal anders fucked up zijn. Geloof je dat er poep in zit of zo? Wat? In hamburgers of zo? Geloof je dat? Dus er is een koeienstront in Hamburg? Ja. Nee. Geloof je die niet? Nee man. Heb je zelf ooit een vieze ervaring gehad of zo? Nee, niks met koeienstront of zo. Nee, maar iets gewoon dat je een hap nam ergens van fastfood ja, of zo. Haren, gewoon haren erin. Walla, zeg haren. Walla, ik zweer, echt haren. Gewoon, je maakt die burger zo open, zie je gewoon van die haren zo. Ja? En wat deed je toen? Ik ging terug. Ik zei zo, die man, ik wil een nieuwe burger. Zei ja, ging kijken zo, weet je wel. Toen gaf hij mijn nieuwe burger. Zei ja, je moet wel even blijven komen, weet je. Nee. Ja, uiteindelijk was het gewoon zijn haar, weet je. Had hij mij gewoon uitgenaaid. Geloof je nee, dat? Nee joh, kan niet joh. Man, die doet nog uitstekend. Uitstekend? Ja joh, kom op man. Geloof je dat koeienstront in Hamburg zit van McDonald's ofzo? Nee, daar geloof ik geen reet van. Nee. Dat is bullshit. Dat is gewoon bullshit. We willen gewoon die zaak, je weet toch, naar de grond werken. McDonald's doet goed joh, McDonald's. En heb je ooit vieze ervaring gehad dat je dacht, poeh, wat is dit man? Gewoon alleen, alleen met de varkensvlees man. Ja, dat is vies. Ja, dat, ik eet dat niet. En niet in fastfood? Niet in fastfood, niet. Ik smek jullie allemaal, Frit. Ik zou wel geloven, ja. Aangezien de chemicaliën die ze in stoppen. Het schijnt ook dat er koeienstront in zit. Oh, dat zou ik niet weten, maar het zou goed kunnen. Heb je zelf eens vieze ervaring gehad of zo daarmee? Met fastfood? Dat er iets in zat of dat je het niet vertrouwde of zo? Ja, ik heb wel een keer bij een hamburger gehad. Het smaakte toch wel een beetje anders dan ik gewend was. Nee, dat wist ik niet. Nee, dat schijnt ook dat er koeienstront in hamburgers zit. Dat zal mijn worst wezen. Ik vind het lekker, dus het maakt me eigenlijk helemaal gebal uit. Heb je ooit vieze ervaring gehad of zo? Met wat? Met fastfood? Nee. Niet dat ik weet. Dat je is niet vertrouwd of zo? Of... Nee. Ik heb zelf ook een tijdje geleden in de McDonald's gewerkt, maar ik heb er niks vies gezien of zo.
Shit, onvruchtbaar. Ik wil omver geduwd. Ja, onvruchtbaar. Daar heb ik nog nooit van gehoord dat dat kan. Of dat er koeienstront in hamburgers zit. Koeienstront. Ja. Geloof je dat? Ja, er zal vast wel van alles in zitten, maar... ja, dat doet me niet echt veel. Koeienstront is wel chill. Heb je wel eens vieze ervaring gehad als je tijdens fastfood eet of zo? Ja, dat er dan gewoon haar in zit of zo. Van een of andere, ja, bijvoorbeeld? Van een of andere lijpe China iemand of zo. Dat is wel kut, maar... Heb je ooit gehad? Ja, een paar keer. Dan zit je gewoon tevreden en dan zit je gewoon in één keer zit je frieten eten en dan zit er gewoon een haar in. Dus een dikke zwarte, weet je wel. Dan denk ik, ja, dat heeft iemand zijn werk niet goed gedaan. Dat vind ik niet kunnen eigenlijk. Een vieze ervaring gehad dat je een haar in je hamburger had of zo? Ik heb nooit, maar mijn moeder heeft altijd haar in het eten. Mijn moeder heeft altijd haar in het eten? Heel vaak. Zoals we al dachten, eten alle jongeren een aantal keer per week fastfood. Even naar een McDonald's of Burger King, het is makkelijk en snel wordt er gezegd. Maar of je erop kan vertrouwen dat er niks raars mee is gebeurd of in zit. Dus eet gezond, want anders zit de koeienstront in je mond. Nou, in ieder geval tot volgende week.